spelen met eigen risico, gewoon eigen leven. Weet je of we binnen nog iets van doen stilte? Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Je moet ook al je kleding en zo, niet demonstratief. Hoe laat mij naar binnen? Weet ik niet. Ja, studentenpestkaart, maar... Ja, maar ik, nee, dat is niks te doen ben. Ja, maar je mag wel naar binnen hoor. Ja, die stond je net eentje verderop. Ja. De beslissingen die dadelijk hier binnen worden genomen, heeft met onze grondrechten, onze vrijheid te maken. Dit hebben we 3 jaar geleden gezien, hoe ze ermee begonnen, dat we allemaal in een lockdown terechtkwamen en opgesloten werden. Heel veel mensen konden niet naar hun werk. Veel zelfmoorden. Veel mensen konden ook niet hun huur betalen, hun gezin verzorgen. Zoveel ellende. De plotselinge dood die nog steeds gaande is, waar nog steeds geen informatie, duidelijkheid wordt gegeven vanuit de staat, wordt gesjoemeld erover, is nog steeds op de kapstok. Wij zoeken als mens een waardige leefvorm. De vrijheid die dadelijk ontnomen van ons is, heeft met ons allemaal te maken. Grondrechten, die het belangrijkste zijn voor de mensheid, die worden van ons aangenomen. Ik hoop dat u dat kan begrijpen. Het zijn kleine beslissingen, een kleine handtekening van een paar verziekte mensen, maar het heeft een hele grote impact op de mensheid. De wetgeving, als die er doorheen gaat komen, dat betekent dat wij iedere moment zonder enige aarzeling opgesloten kunnen weer worden, net als 3 jaar geleden. En nu heeft de Nederlandse parlement daar geen beslissingen mee genomen. Als dit wordt geaccepteerd, dan is het directief van de World Health Organization die de beslissingen gaan nemen en dat de staat zich daar moet aan gaan houden. Dat is schande. Onze grondrechten worden vertrapt. Het wordt niet aan ons gevraagd. De beslissingen worden buiten het volk genomen. En dat kan niet en dat is een grote corruptie. Niks klopt. Alleen al de kinderen die verdwijnen zijn met de toeslagenaffaire. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de staat fouten maakt en het volk daarvoor de dupe is? Ik heb 80.000 euro door de belasting een verkeerde handeling op mijn rekening gekregen. En ik heb dat geld opgemaakt. Ja toch, ik heb geld nodig. En dan word ik van mijn kinderen ontnomen. Dat staat nergens, dat is tegen de grondrechten van de mensheid. Begrijpt u dat er belangrijke beslissingen steeds worden genomen? We houden ons dom. We houden ons op afstand. De 3 jaar dat we samen hebben iets geprobeerd te creëren is kapot gemaakt. Maar de mensen zijn er nog steeds. De beweging zal blijven. De mensheid gaat niet stoppen. Wat ook vandaag hier niet kunnen zijn, hè, mensen. Want een heleboel jullie lopen dat te bekritiseren. Dan had hier helemaal niemand kunnen staan en hadden ze een beslissing kunnen nemen hoe graag, hoe ze dat willen en ook gewoon er doorheen geduwd. Nu staan wij in ieder geval daar. Met leuzes. Met mensen, met spraak, met de tegenstem. We accepteren dit niet. Dit moet direct gestopt worden. Het is de corruptie is over de hele wereld globaal gaande. De World Health Organization, de EU, de NATO, dat is allemaal na 1945 opgezet. Door de Vaticaan, door deze grote illuminaten macht die de wereld heeft gekaapt. Dat is 3 jaar geleden is de wereldoorlog uitgebroken, mensen. Niet met Oekraïne en Rusland. Dat is een spel om eigenlijk wat gaande is te camoufleren. De aardbeving in Turkije. Turkije was men bijna wakker van de leugens van de pandemie. De plotselinge dood. Zoveel mensen gingen dood. En in 1 keer een aardbeving. Miljoenen mensen zijn dood daar gegaan. En nou zijn we daarmee bezig. Er worden steeds dingen op ons pad gebracht waar we de werkelijkheid kwijtraken. Denk goed, hou het goed in de gaten. Het is wij mensen, er is verder niemand anders over. Ze hebben ons totaal uitgeroeid. De MH17, er zijn duizenden MH17's met de grond gelijk gemaakt. Er zaten de mensen die vandaag de dag deze leugens van de pandemie en heel de shit konden stoppen. Ze hadden deze leugens nooit met die mensen kunnen waarmaken.
En er is niet één MH17. Er zijn duizenden MH17's met de grond gelijk gemaakt. En ook op de grond zijn heel veel mensen uitgeroeid in de laatste decennia's. Om ons wees alleen achter te laten. Zodat de wereld mag zijn gang kunnen gaan. Wij, de mensheid, moeten eendracht komen. Zet al je verschillen aan de kant, want daar spelen ze op. Ze willen ons gek maken. Alleen al met Zwarte Piet hebben ze ons proberen tegenover elkaar te brengen, mensen. Denk goed na. Het is een nationale Nederlandse feestdag die door dezelfde staat was misbruikt om het volk tegenover elkaar te brengen. En momenteel de vluchtelingen, wat helemaal niet klopt. Dat zijn twee verschillende groeperingen. De gastarbeiders van 1960, wij. En de vluchtelingen die nu vandaag zijn binnengekomen. Dat zijn geen vluchtelingen. Waar is de ISIS? Waar is de Taliban? Waar is de PKK? Dat zijn allemaal groeperingen voor deze Illuminaten, voor deze wereldmacht, hebben gediend. Grote chaos hebben gecreëerd. Bloed laten vloeien. Hoe in godsnaam is het mogelijk dat Erdogan als de kalifaat van de islam wordt uitgeroepen bijna? Terwijl deze man samen met de christenen, met de kruisvaders, samen vanuit de Turkse grond, in Injili, heel de Midden-Oosten, plat hebben gebombardeerd. Het is onmogelijk dat deze man een moslim is. Het gaat erom dat we al die verschillen aan de kant moeten zetten. En niet in een groepering gaan vallen en in een hoek gaan staan en een leuzingen gaan schrijven. Nee, zet al je verschillen aan de kant, want daar gaat het om. Sta op als mens, onze grondrechten, daar gaat het om. Het maakt niet uit of je nou geel bent of groen bent. Of je nou christen bent of moslim bent. Het gaat om allemaal onze grondrechten die van ons zijn afgepakt. En daarvan moeten we massaal opstaan. Want zij hebben zelf gezegd, het stopt pas wanneer wij wat willen. Maar met zulke kleine groeperingen, dan kunnen we niet laten zien dat we het niet willen, mensen. We hebben veel dingen meegemaakt. Niet vergeten, in Rotterdam is op ons geschoten. De boer van 16-jarige jongen, boven zijn hoofd is geschoten. Als dat was niet opgenomen door die Marokkaanse jongeren daar, dan had hij deze jongen ook niet vrij geweest. En die agent die heeft geschoten, die zit nou gewoon zogenaamd in een kliniek om te herstellen. En dat is zoveel spijt dat. We kunnen de beelden zien dat hij directief daar heeft geschoten. Met wil en weten. Mensen, hou het hoog. Kom samen, sta op. Het gaat ons aan. Er is niemand meer. Er is geen redder. Er is geen redder dan u zelf. U moet zelf opstaan voor de mensheid. Want u bent de mensheid. Sta op voor je grondrechten. Want die zijn vertrapt. Doe iets. Doe iets. Jacob. Klasse, jongen. Echt geweldig. Goed? Ja, perfect. Ja. Perfect. Je zegt precies zoals het is. Ja.